Maar hij heeft dus verbinding met internet gemaakt. Succes. Ik zit je nu te kijken online. Oké. Okay. Handig. Ja, ik ook. Oh, ik moet remmen. Oeh. Dat ook maar net goed. Hield je me. Zo, ja. Ah, kut hé. What the fuck was dat? Ik hoor je op mijn radio. Ja, dat was ik, maar je remde echt super hard af ineens. Ik zat niet eens naast je, maar... Kan gebeuren. Ik zit links van je gold. Nu weer achter je. Dan ligt hij wel lekker op de weg. Ja. Zwaar. Ik gooi er wel wat extra bij. Oh, fuck. Je zit links van... Ja, als je me wel. Oh. Ja joh, kutbocht man. Oh, waarom rem je daar? Oh, ik moet terug even. Ik kan er ook niet wegkomen daar, heerlijk. We zijn nog net bezig. Iemand slaat de replay toch op dadelijk. Niks, je hebt gelijk in, ja. Shit. Ik moest even blind insturen, maar... Ik zit er echt bij uit. Dat wordt een pitje voor mij. Colt en Jimmy, jullie moeten holy even... shit. Oh.
Wordt er ook geklaagd, jongens? Wat is er allemaal aan de hand? Oh, ik hoor mezelf niet. Ik heb damage, hoor je. Tik jou dan al af, een gele auto of zo? Nee, ik raakte gewoon een curb daar op het rechte stuk. Nou, daar was mijn auto ineens weg. Oh ja, oké. Okay. Gelukkig. Ik dacht dat ik jou weer aftikt of zo. Nee. Ja. Nee, ik ga pitten. Ga ik een tukkie doen? Of swap driver. Hij zegt clear pieken, maar ik weet niet. Oh, jij zit daar. Ja, nog. Fuck, shit. Eén crash. En it's done. Estimated repair time, 1 uur. Nee hoor, grapje. Alleen damage, geen tires. Dat is wel nice. En ze zijn weer naar mijn auto aan het kijken. Kom op, doe ook goed. Wie, wat? Mij? Een beetje sneeuw. Oh ja? Nou, mute me dan maar. Ligt een bord op het start-finish stuk. Zo.
Een blauwe vlag voor gold zometeen. Twee man. Eén voordeel, je kan nog eens een stokje nemen op het rechtstuk. Dat scheelt wel. Had je op zolder niet. Ik kom gewoon niet aan de tijden toe die ik in de time trial zet. Snap er niks van. Had je toen ook wel oktober? Past. Kan schelen, hè? Zomer of herfst. Dank je, cool. Niks boven. Hou je mond. Hils. Jo. Kom maar rechts. Arme Colt. Yes, thanks. Ja, voor mij mag het kosten. Ja, ik snap het. Ik moet niet gaan afleiden nu. Heb je genoeg schrift in, denk je, Kort? Ja, hè? Denk het. Nou. Nou. Ja, ik weet het niet, hoor. Ik probeer wel terug te vechten nu, hè? Ja, ik vind het best. Maar hier moet ik altijd zo voorzichtig zijn. Kutbochten. Maar ja.
Jezus. Wat gebeurt er nu? Ja, dank je. Dank je, God. Jo. Moet je niet met mij... Oh, gaat hij met mij racen? Voor mij mag je, hoor. Als je met mij niet... Nee, ik doe niks. Jij mag gewoon je snelheid... Ga je niet eens inhalen, hoor. Je zit wel erg dicht achter me. Ja, er gebeurt niks. Bam, ja. Ik ben kapot. Nee, netjes. Wacht maar lekker op als je me nou is. Die mag je niet mee gaan racen. Oh, oké. Okay. Zit er iemand te spectaten? Is er iemand nee toch? Of, Alleen Kroek is uit, geloof ik. Oh ja. Ik weet niet wie er aan de kant ging als blauwe vlag, maar bedankt. Ja, wie was dat? Inderdaad. Netjes. Ja, ik sta in bocht even. Okay. Komt er nog meer van het rechterstuk? Volgens mij wel, ja. Of zijn als je me nou en Jimmy al bij, ja. Zeker. Bij Polycars 1 waren ze nu al verrot bij mij. Maar die soft zouden ook verrot zijn nu. Ja, dat is waar. Ik ga nu al 6 rondjes lang 1,47. Ja, dat kan ik zien, dat zie ik, ja. Doe eens even lekker niet. Ja. Ik echt constant 48. Ik zou een screenshot moeten maken. Dit is mijn eerste 48. Nou ja, voor geen goud. Ik zet hem echt niet uit. Ik had hem eigenlijk uit willen zetten. Kom ik boven de Armani door? Komt een rem, trek zijn controle echt heel erg af. Nou, ik ga hem nu maar uitzetten. Wat zou je nou maar doen? Je rijdt lekker toch? Waarom? Waarom risico nemen?
Ja, misschien kijk ik nog een keer. Ja, daarom. Ja, oké. Met het risico dat je daar spit. Ja, oké. Dat wel. Altijd glijden. Momentje in bochting. God, dat is dom. Ah nee, weer die curb, mijn hemel. Hey. Ik vind mijn hemel nog heel netjes uitgedrukt, moet ik zeggen. Ik noem maar wat, ja. Nee, maar die... Wel, nee, doe mij niet aan. Die achter mij, als je maar hebt, echt een heel race al een gevecht, man, die twee. Oh, Beltran is dat. Ja, ik was het, maar ik ben er tussenuit. Wel? Ik denk dat ik hier nog wel even sta, mijn motor werd warm. Had je toch ergens schade opgepikt? Hè? Ja, 19% aan de voorkant. Oh ja. Bocht tweede keihard af te gaan. Ja, ik moest liften. Waarom heb jij het gewoon een plekje? Het gaat gewoon om een plekje, of niet? Dat meen je niet. Kom je een beetje voor mij.
Ja, 9 en 10. Oh nee, dan gaan we gelijk weer. Alsjeblieft, heb je me nou, terug. We? Vooral jij. Oh shit, heb ik niet ook achter me zitten. Krijg ik nachtmerries van. Nee. Ja, je moet er pas naar kijken als je het dicht op iemand zet. Dan werken ze. Ja, dat is ook een goede G, ja. Oh god, die maakt het nog spannend, jongen. De hele race om niet gesprint eerst het bos. En daar gaan we weer. Je moet daar van je gas af, Wietok, gewoon. Je moet gewoon glijden. Nou, denk je wat ik doe. Oké. Ik glijd daar gewoon. Laat hem gewoon glijden. Gewoon een tyfus roesbak. Hou op over die caterings. Ook nog een nood, dat is nog erger roesbak. Oh nee, dat is waar. Kijk, mijn in is al maar die 240 SX. Ja, die bedoel ik, ja, sorry. Wat een bak. Heerlijk. GTO bakken, man. Woehoe, final lap. Gelukkig wel. Nee, dat is de laatste. Nou, nog even één aanval op Colt proberen te doen. Even zenuwachtig maken. Ja. Nee. Nee hoor, Colt. Nee, je weet het nooit. Je weet het nooit. Hey, maar Kimmy, heb je nou gooi je met 100 liter? Serieus? Ja. Oké. Okay. Ja, ik nog 17 inderdaad, ja. Ja, dat scheelt. Ik kan nog een race doen. Ja, precies. Oké. Okay. Begin alvast. Dank je. Je hebt lekker gereden. Ik vind dat ik ook wel een stukje taart verdien. 48. Oh, ik heb letterlijk op het eerste rondje na MS Spin ieder rondje 46 gereden.
Netjes. Ik ook. Ik heb een 45-6 als snelste. P49. Heb jij het aanstaan race of niet? Traction control. Ik heb hem helemaal uit. Ah. Nee. Dan is dat het misschien. Nou, ik heb het hier vooral met dat als je gaat stuiten, dat traction control ingrijpt. Super kut. Wie staat ernaast? Even bijkomen hoor. Ik word ook niet jonger erop. Ja, schat. Oh nee, dat zie ik niet eens. Even kijken, wacht even. Verrek, krijg nou wat. Nee joh, dat is volgens mij toch een Monster Energy helm, of niet? Op zolder won ik zeker een seconde toen ik traction control uitzette. Ja, ik weet dat ik net in de kwalificatie sowieso 14 ermee verloor, maar... Ik ga het eens proberen. Nee, je moet op 100 zetten om uit te zetten. Ik kom nergens meer aan. Ik vind het alleen goed. Ik ook. Jimmy heeft een snelste ronde. Of 5000ste. Nou, ik had blijkbaar met standaard setup gereden. Daarom race op bagger. Ik baal alleen van mijn...